ben Joost Sterke van plantkwekerij Joost Sterke. We hebben hier zowel planten in de volle grond als in pot. En ik werk nu inmiddels een jaar of 5 samen met Haifa om de kwaliteit van de planten te verbeteren en de bemesting te verbeteren. Mijn naam is Louis. Ik ben werkzaam bij Haifa sinds 7 jaar. Haifa is een meststoffenproducent en ik probeer in het dagelijks leven mee te kijken bij kwekers, met name sierteeltkwekers, boomkwekers. Hoe kunnen we teeltechnisch wat dingen verbeteren met de meststoffen? We krijgen steeds drogere zomers. We hebben nu al 3-4 hele droge zomers gehad. Dus we moeten steeds meer gaan bregen. Dus het water wordt ook steeds belangrijker natuurlijk, want we gaan steeds meer geven. En ja, je ziet dan toch steeds meer verschillen optreden in de grond natuurlijk. Absoluut, ja. Absoluut. We zien gewoon de laatste 3 jaren dat de kwaliteit van het water ook slechter wordt. Ja. En als je je niet bewust bent van het feit dat water niet alleen nat is, maar dat er ook van alles in zit, dan kun je daar geen rekening mee houden. Nee. Maar gelukkig ben jij ervan doordrongen dat er heel veel in het water zit waar we rekening mee moeten houden. Dus toch iedere maand blijven meten, hè, dat er toch geen veranderingen optreden en daar de bemesting aan aanpassen of de elementen die we meegeven aan het aanpassen. Ja. We kijken zelf altijd naar pH, pC. Ja. Natrium en chloorgehalte is, maar ook naar bicarbonaat en eventueel roestwater wat aanwezig is in de bron. Ja. Ja. En daar zullen we moeten op anticiperen. Dat we zeker geen verstoppingen krijgen in de slangen, geen roestaanslag. En dat daar alles vol zit na een jaar of 2-3 jaar. Ja. Nou, hier hebben we nu voor de druppelslangen tussen liggen. Alle planten staan op GPS, we hebben ze precies ertussenin gelegd. Het groeit gewoon goed, het geeft veel makkelijker water. Eerst waren we al met heel veel haspels bezig, heel veel stress. Nu zijn we veel meer rust in het bedrijf doordat we die slangen kunnen gebruiken. We kunnen veel meer hectares tegelijk water geven. Hoeveel oppervlak kwekerij heb je nu? We hebben nu ongeveer 50 hectare kwekerij waarvan 35 beplant is. En daar hebben we ongeveer nu 22 hectare, 23 hectare in de slangen liggen. En we zijn nu weer 10 hectare aan het aanleggen. Dus volgend jaar hebben we echt alles in de slangen liggen. Dus dan hoeven we eigenlijk niks meer haspels te berekenen. Alleen misschien net naar het planten even, maar verder niet meer. En de belangrijkste voordelen voor jou om te druppelen? Ja, het geeft veel meer rust. Het is veel makkelijker water geven. Je gebruikt veel minder energie, minder water gebruik je. De relatieve luchtvochtigheid tussen de planten is veel beter. Je kan de grond heel goed koelen. Dus het scheelt er gewoon een graad of 10 mee hete dagen. Nachtvorstberekening in het voorjaar, hè. Dus, kan ook nog gebeuren. We hebben ook samen gezien dat de onkruiddruk een stukje lager lag. Onkruiddruk is lager, is minder dan voorheen. Ja, zeker. Kun je eens kijken, laten zien hoe die slangen eruit zien? Ja, kunnen we beter daar even kijken. Ja. Ja. Nou, hier liggen alle slangen in. Die slangen leggen jullie allemaal zelf? Ja, wij leggen alle slangen zelf. Hier kan je ze mooi zien. Alle planten staan dus op GPS geplant. En worden op GPS geknipt en op GPS gestoken. Hier is er vorig jaar al één tussenuit gestoken. En dan zie je dat we die slang dus net niet raken. Je kunt hier ook zien dat de wortels eroverheen de slang ook echt opzoeken. Ja, die heeft nog een zin hier. Ja, ligt een centimeter of 6 diep ongeveer. Nu leggen we hem alweer iets dieper, 7, 8 centimeter. Dus, waarom kan je de slangen dieper leggen? Ja, vanwege de vogel- en knijnschade. Dus die maken die slang kapot. Dus vandaar dat we iets dieper gaan. Dus we moeten te veel blijven controleren. En we gaan een iets dikker slang gebruiken en iets dieper leggen. Dus, je bent sinds dit jaar ook meststoffen mee gaan geven? Ja, we zijn dit jaar daarmee begonnen. Ja. Dus dat is allemaal nog een beetje leren en zoeken en kijken welke we moeten doseren. Ja, het meststoffenrecept hebben we aangepast op wat er dus in het water zit en wat er al in de bodem aanwezig is. Ja. Wat zijn voor jou de redenen om meststoffen mee te gaan geven? Betere groei, het blad beter op kleur blijven, minder ziektes. Hè, dus hoe beter de plant in zijn voeding zit, hoe minder ziektes dat we krijgen. We zijn nu nog een beetje aan het leren van hoeveel moeten we dan mee gaan geven om de effecten te bereiken die je wilt bereiken. Ja. Hoe lang moeten de druppelslangen aanstaan, hoe lang duurt het voordat de mest ook achter is inderdaad. Hoeveel EC geven we mee, komt het uit de slangen wat we bedacht hadden. Hier hebben we het hart van het bedrijf, dus hier hebben we de A en B bak, dus hier kunnen we 40 hectare mee mest mee geven. Een A en B bak, maar meteen grote jongens. Ja, was jouw advies, hè? Een grote bak, dus dat hebben we ook gedaan. Van 5000 liter? Ja, 2 keer 5000 liter. Ja. Dat zijn bakken die we normaal gesproken in de glastuinbouw heel vaak tegenkomen. Ja. Toen ik voor het eerst hoorde van jouw idee om meststoffen mee te gaan geven in de volle grond,
Toen dacht ik gelijk, dan moeten we het ook iets groter aanpakken. Want anders sta je inderdaad met kleine zakjes continu te vullen. Ja, ja, dat werkt gewoon super. Want ja, met die kleine zakken dan ben je heel lang bezig. En nu gewoon met die grote big bags erboven heb ik snijd open en het mengtje neigen. En ja, ik ben meteen klaar. Ja, wat voor mij vooral van belang is, dat we hiermee echt op de komma nauwkeurig kunnen werken. Dus ja, echt precies iets voor jou maken. Op jouw water, op jouw gronden, op jouw gewassen. In plaats van ongeveer een gemiddelde. Ja, we willen nog wat silicium mee gaan geven eigenlijk. Maar silicium is heel moeilijk opneembaar voor de plant. Dus dat is van, ja, wat kunnen we dan meegeven dat het ook nog redelijk betaalbaar is. Dus daar zijn we dan proeven aan doen van hoe kunnen we dan silicium vrijmaken dat het toch voor de plant opneembaar is. Ja, silicium is een moeilijk iets. Dus, en ik denk wel dat het sleutelwoord is tot minder meeldauw, betere planten, betere hardheid van het blad. Dus daar moeten we, dat is de komend jaar speerpunt om dat nog te gaan doen. Nou, lijkt me een mooie huiswerktaak voor ons. Ja, dan kunnen jullie aan de gang. We lopen weer door een prachtig blok lustanica's, Joost. Ja, deze zijn heel mooie lustanica's. Ja. Die hebben gewoon, waar we normaal 3 zomers over doen, doen we nu eigenlijk in 2 zomers. Dus normaal is deze formaat in 3 jaar geteeld en nu hebben we hem in 2 jaar geteeld. Dus vanuit P9 plantgoed? Vanuit P9 plantgoed, september geplant en dan 2 volle zomers. En normaal kost het 1 jaar meer, dus we hebben eigenlijk geen jaar groeiwinst. Dat is een enorme groeiwinst inderdaad. En het volgende is ook natuurlijk dat we nu mee de bemesting kunnen sturen in de winter. Dus dat hebben we eigenlijk net voor de winter af kunnen gaan harden. Dus geen stikstof meegeven, maar afharden. Ja, dat is zeker een lustanica die toch wel gevoelig is voor vorstschade. Ja, ja. Ga je richting najaar wat meer kalium meegeven om die plant harder te zetten en minder vorstgevoelig te laten zijn. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk ook te verkopen en op te potten in de kas. Alleen ja, blijven er altijd staan en dat is wel toch wel een groot risico. Dus als we die goed hard kunnen zetten, dat scheelt gewoon heel veel. Ja. Dus, ja. Mooi voordeel. Ja. Dit perceel lustanica's waar we zojuist gelopen hebben. Ja, dit is het perceel waar we net gekeken hebben. Hier staan die lustanica's en hier kan je duidelijk zien dat hier eigenlijk meer groei zit dan daar. Dus hier is ook meer bemest dan daar. Dus hier kan je duidelijk de verschillen zien. Dus deze dronebeelden die gebruik jij om je groei in kaart te krijgen? Ja, we vliegen hier ongeveer iedere 2 weken een keer over hetzelfde perceel en dan kunnen we mooi de groei volgen. En ook om te kijken van nou, waar groeit wat minder en daar gaan we dan ook mee een adviseur kijken, want dan zal het waarschijnlijk ook eerder een ziekte optreden of iets niet goed gaan. Op het moment dat we zien dat dingen wel of niet goed groeien, kunnen wij kijken, ook als huifer zijnde, waar moeten we onze boterham net even wat beter aanpassen, zodat die plant toch beter gaat gedijen. Ja. Waardoor we uiteindelijk een weerbaarder gewas hebben. En dat moeten we in de toekomst samen gaan doen, dat we daar waar meer beelden van hebben en dat we daar een oplossing voor kunnen vinden. Enorm innovatief natuurlijk. Ja. Juist dit soort technologieën hebben we nodig om de laatste stapje nog te kunnen zetten, om nog weer een stapje te kunnen verbeteren samen.